Weer een nieuw weekjournaal hier in de catacombe van het DVS stadion. En naast mij staan twee supervoetballers die hun sporen reeds verdiend hebben bij DVS 33. Mike Arends. Goedenavond, Piet. Hi Mike. En Ali Akla. Ja, hey Piet. eigenlijk is het idee van DVS TV om jullie de gelegenheid te geven om jullie verhaal te doen ten aanzien van de transfers naar respectievelijk Spakenburg en IJsselmeervogels. Het is natuurlijk wel begrijpelijk dat sommige supporters denken van ja, nou dat is duidelijk. Die Spakenburgers, die vissers, die hebben zoveel geld, daar kunnen wij niet tegenop. Dus ze zullen wel voor het geld naar naartoe gaan. Mike, ik wil jou graag het woord geven. Gezegd heb je altijd natuurlijk. En dat vind ik wel jammer dat het wordt gezegd. Mijn ambitie was toen ik hier kwam bij DVS om voor het hoogste te gaan wat ik kan bereiken. En als dan zo'n club je een bericht stuurt, dan is dat natuurlijk heel mooi. En ik ben natuurlijk hier met Ali gekomen. Dus sinds ik hier ben, heb ik er eigenlijk alles voor gedaan om hier in het eerste te komen. En ja, nu kan ik nog een stap hoger op. Dat is dan heel mooi dat ik dat dan kan bereiken. Ja, oké. En dat het zal ongetwijfeld voor jou ook zo gelden. Je hebt natuurlijk van alles en nog wat eraan gedaan. Maar DVS 33 heeft natuurlijk ook heel veel aan jullie gedaan. Wordt er dan gezegd, weet je wel? Ja, precies. Toen ik en Mike hier naartoe zijn gekomen, zijn we heel goed opgevangen. En hebben we hier heel veel dingen geleerd. En dat ging allemaal heel goed. En de club is ook gewoon heel mooi en heel warm. En al die mensen zijn ook gewoon, daarvoor heb je ook gewoon een goede band mee en alles. Met alles en iedereen. En natuurlijk als IJsselmeervogels langskomt, het blijft natuurlijk gewoon een van de grootste, misschien de grootste amateurclub van Nederland. Als je kijkt naar de geschiedenis en de historie. Dit jaar gaat het nog niet zo goed. Maar je hebt ze zelf het meeste pijn gedaan. Ja, precies. Dit jaar gaat het nog niet zo goed. Maar ik denk van als vorig jaar je zou zeggen van Ali gaat naar IJsselmeervogels, dan zou het zeg maar minder, zouden mensen het meer accepteren en alles. Maar nu, omdat DVS nu op punt staat om te promoveren, dan wordt al gauw de suggestie gewekt van dat het om andere dingen gaat. Maar het is puur inderdaad wat Mike zegt, ambitie en en misschien ook wel een keer meemaken het ultieme moment dat je tegen elkaar speelt voor 8.000 à 9.000 man publiek. Ja, dat lijkt me toch werkelijk sensationeel, Mike. Ja, dat zijn hele mooie wedstrijden. Kijk, we hebben hier natuurlijk hadden vorig seizoen ook DVS VVG. Er komen ook veel mannen op af, maar dat is dan nog weer iets anders. Dus nog weer iets meer bekijks en zo. En ook vanuit andere steden dus. En dat is, als daar dan 10.000 man komen, rond de 10.000 man, dat is heel mooi. En ik hoop dat we volgend jaar weer zo'n wedstrijd hebben en dat ik tegen Ali mag spelen. En toch, weet je, als ik in de voeten van de supporter ga staan, en ik ben zelf een enorme supporter, maar ik ben verslaggever van DVS. Ze noemen me wel eens de meest objectieve verslaggever van de hele Veluwe. Dat snap je wel, Ali. Hè? Ik ben helemaal gek van jullie spel en van jullie ontwikkeling, weet je wel. En die ontwikkeling, die wilde ik graag nog een jaar en misschien nog wel één jaar meemaken, Ali. Ja, precies, dat snap ik ook. En dan zijn we natuurlijk een aantal jaar bezig en we zien ook dat we gewoon echt ontwikkeling hebben meegemaakt. En bij DVS zie je ook gewoon jongens, die groeien ook gewoon in het team. Vooral ook van eigen jeugd. Want je ziet gewoon veel jongens van eigen jeugd die stromen door en die blijven er ook gewoon in. En we zijn jong. Als ik voor mezelf mag spreken, ik ben nog jong en dan natuurlijk wil je gewoon kijken wat de andere, hoe je in een andere omgeving kan acteren en hoe dat dan gaat. En misschien wordt er over 10 jaar wel gezegd van we mogen naar de club van Nederland, de amateurclub van Nederland, DVS 33. Want die heeft dan een niveau bereikt het is ongelooflijk. Ja, je hebt toevallig wel tegen Spakenburg in de tweede helft, Spakenburg heel veel pijn gedaan, bijna gewonnen. En IJsselmeervogels, dat was dan wel helemaal erg duidelijk. Dus wie is er nou beter? Wat is er nou, wat is het streven? Ja, daar heb je ook gelijk in, Piet. Sinds ik dat bericht heb gehad, had ik al gelijk een goed gevoel gewoon. En ik wil gewoon graag die stap maken. En daar ben ik hier ook voor gekomen om het zo hoog mogelijk te bereiken in mijn carrière.
Vergis je niet hoor, ik gun je die stap enorm. En ik denk dat jullie medespelers jullie die stap meer gunnen dan ja, sommige supporters misschien. Ja, dat heb je altijd. Daar hoor je verder niks zelf over, maar er wordt natuurlijk wel over gesproken. En ja, dat hou je altijd, Piet. Maar ik heb hier tot nu toe een hele mooie tijd. En ik ben altijd heel goed opgevangen hier. En ik zal dat nooit vergeten. Dus ik heb hele mooie jaren gehad. En ja, precies. Ik ga het goed afmaken. En je gaat nog een heel mooi half jaar tegemoet, hè? Jazeker. En jij ook, Ali, je gaat ons nog enorm laten genieten. Trouwens, over IJsselmeervogels gesproken. Ik zelf dacht, die eredivisieclubs die hebben echt werkelijk zand in hun ogen. Want waarom ga je niet gelijk naar de eredivisie? Daar ben je rijp voor, in mijn ogen. Ja, dan moet ze maar komen. Hè? Dan heb je niet in eigen hand. Maar ja, wat je zegt, we gaan nu gewoon met z'n allen gewoon voor die tweede divisie. Waar we nu momenteel staan met DVS. Ja, dat is promotieplek. En ik ga er alles aan doen en om mijn steentje aan te kunnen bijdragen. Ja. De slimme en snelle lezer van de DVS-website weet het natuurlijk al lang. En via Twitter of Facebook of wat dan ook. Maar wij van DVS-TV natuurlijk vers van de pers hier live. Maurice de Ruiter. Maurice, jij hebt een mededeling. Nou ja, ik had een doorlopend contract voor nog een jaar na dit seizoen. Maar die heb ik met nog 2 jaar verlengd. Dus ik ben na dit seizoen nog 3 jaar, sta ik nog 3 jaar onder contract bij DVS. En dat is redelijk uniek, Maurice. Hoe is dat zo gekomen? Ja, eigenlijk zeg maar het vorige contract wat ik had, hadden we het al eens over om langdurig hier onder contract te staan, zeg maar. Ik heb het goed naar mijn zin. Ik voel me gewoon thuis hier. En, voetbal past bij mij, mensen, alles is fijn. Ja. Dus toen hadden we het al wel eens een beetje tussen neus en lippen, een beetje erover. Maar goed, deze week was alles rondgekomen, zeg maar. Zijn we om tafel gegaan. En dan kom je volgend jaar ook nog een paar oude bekenden tegen die waar je met de Eagles nog wel eens een balletje mee getrapt hebt, of niet? Ja, klopt. Rico Wolf heb ik een paar oefenwedstrijden meegedaan toen. Een paar testwedstrijden. Dus die ken ik wel een beetje. Ja, of zoals Thomas Akda zong, hè, als het vuur gedoofd is, dan komt Rico Wolf. Ik weet niet of hij dat zong, maar mijn goede Joran Pot ken ik wat beter. Dat vind ik een hele goede voetballer. Dus ik ben blij dat hij ons kon versterken. En het gaat de mensen ook zien dat een echte versterking is voor ons. Hartstikke mooi. Ken je Shabazz ook? Een beetje van naam verder. Van de ene hoor ik dat hij goed is. Van de andere hoor ik dat hij niet zo goed is. Maar goed, ik heb vaak gehad dat goede voetballers hierheen kwamen, maar die moesten nog wennen aan ons spel. Dus dat is altijd afwachten natuurlijk. Nou, wat natuurlijk heel erg belangrijk is, ook voor de supporters van DVS 33 en zeker voor de liefhebbers van jou technische hoogstandjes, dat het mooi is dat je gewoon 3 jaar lang nog te bewonderen bent hier op het sportpark. Ja, dat is waar. Je weet het nooit natuurlijk, maar als ze beide aan mijn contract houden, dan ben ik hier inderdaad nog 3 jaar. Meer dan 3 jaar dan. Okay. Hou je enkels mooi heel. Ja, die verzorging is hier natuurlijk ook wel heel erg lekker. Je wordt wel helemaal in de watten gelegd na een zeer ernstige enkelblessure. Ja, daarom ook. Daarom blijf ik alleen om dat. Oké, bedankt voor dit interview. En een goede training. Hè? Ja. En succesvol tweede seizoenshelft. Ja, kom goed. Dankjewel. Traditioneel natuurlijk. De hoofdtrainer van het eerste van DVS 33, Roeland ten Berge. Roeland, jullie hebben een goed weekend gehad, heb ik gehoord, met het eerste. Ja, uitstekend. Gezellig gehad met elkaar. Lekker getraind, goede wedstrijd gespeeld. En ik denk dat het een geslaagd weekend was. En dat zijn dan ook echt ook de doelen? Verder reikt het niet eigenlijk, zo'n weekend? Nou, ik zei het heel kort maar krachtig, hè, maar we hebben 2 trainingen gehad en we hebben een teamsessie gehad waarbij we dus heel veel dingen geëvalueerd hebben. Dus het groepsproces, maar ook de speelwijze, dat soort dingen.
Dus daar hebben we best wel veel tijd in gestoken. En het was een hartstikke druk programma. Dus spelers hadden ook weinig tijd voor weinig vrije tijd, zo moet ik het zeggen. Hè? En we hebben zaterdagmiddag hebben tegen de Treffers gespeeld. Goede wedstrijd, goede tegenstander. En uiteindelijk hadden ze zaterdagavond hebben ze een vrije avond gehad. En zijn ze even lekker op stap geweest. En je hebt alweer even kunnen wennen aan het gewone gras, hè? Want straks in Lisse ligt dat er ook, hè? Ja, het trainingsveld was niet al te best daar. Dus ze hebben daar extra goed kunnen wennen aan het gras. En het veld van de Treffers was ook heel erg zwaar. Dus wat dat betreft zijn we een goede voorbereiding gehad. De spelers zijn nagenoeg allemaal fit, hè? Daan is vanmiddag onder het mes geweest. En moet ik eens even denken, anders vergeten we iemand. Emran is nog aan het revalideren. En voor de rest zijn we, dacht ik, compleet, hè? Voordat ik het vergeet, namens DVS TV, natuurlijk Daan, heel erg veel sterkte en beterschap. Ik denk dat jij dat ook nog wel even wil doen, of niet? Nou ja, ik heb Daan vanmiddag aan de telefoon gehad. Dus. Okay. Prima. Nou, hartstikke goed. Hebben we verder nog wat te bespreken? Heb jij nog een puntje waarvan je denkt, nou, dat moeten de kijkers echt even weten? Nee, ik heb niks, Piet. We gaan hopen dat we zaterdag mogen spelen. Dus ik weet niet wat het weer gaat worden, maar we hopen dat we lekker kunnen voetballen en lekker de lijn kunnen doortrekken. Maurice, drie jaar bijgetekend, ook wel redelijk tevreden daarover, denk ik. Ja, natuurlijk, jongen van de club toch. Dat is mooi dat hij zo lang bij de club weer blijft. Hartstikke mooi. Een hele goede voorbereiding voor de wedstrijd zaterdag. Hopelijk dat hij doorgaat. Gaan we vanuit. Oké.